In de interviewkamer ga ik elke week in gesprek met een molloot. Wat vindt de molloot van Wie is de Mol en hoe kijkt de molloot Wie is de Mol? Dit is de interviewkamer. Hey alle en welkom weer bij een nieuwe interviewkamer video. En vandaag ben ik hier samen met Giovanni. Of ja, Gio. Ja, beide mag. Hey Gio, leuk dat je bent. Wie ben jij eigenlijk? Ik ben Giovanni. Ik ben 19. Ja, ik ben bijna 20. En ik kom helemaal uit mooie Groningen. Groningen, ja, prachtig. En wat doe je een beetje in je leven? Mijn leven? Ik doe opleiding. Waar ik van hou? Oh ja. Ik hou van voetbal. Ik voetbal best wel veel. En ik werk best wel veel. Oh mijn god. En nog meer. Oh ja, ik doe ook nog een opleiding. Ja, ik doe pedagogisch medewerker. Dus mijn laatste jaartje, dus nog even doorzetten, dan ben ik klaar. Nice, goed bezig. Dat is wel een beetje wat ik doe. Dat is een beetje wat jij doet. Ja. Nou, we zitten natuurlijk bij een mol-interview. Sinds wanneer kijk jij Wie is de Mol? Want ik denk dat jij Wie is de Mol kijkt. Ja, dat wel. Okay. Ik kijk Wie is de Mol sinds, 2019 volgens mij. Nog niet zo lang. Oh, Merel. Ja, Merel. Met Merel. Dat was mijn eerste seizoen dat ik keek. En wat vond je een beetje van dat seizoen? Vond je het een leuk seizoen? Ik vond het echt een leuk seizoen. Ja, dat wel. Ik had de mol ook goed. Je had de mol goed. Ik had en daarover de mol gesproken. Goed. Hoeveel mollen had je goed tot dusver dan? 1. Alleen Merel. Oei. Voor de rest heb ik alleen maar op een finalist gezeten. Op een finalist? Ja, wel vanaf het begin dan. Op die finalist? Ja, op de finalist. Oké, okay, ja, knap. Ja. Ja. Ik vind niet zo goed. Zijn er ook nog mollen die jou teleurgesteld hebben, zeg maar? Jurre. Ja. En hoezo? Hij was niet mijn favoriete mol. Maar misschien kwam dat ook gewoon omdat ik gewoon echt hoopte dat hij er zo snel mogelijk uit lag. Ja. Omdat je hem niet zo leuk vond of zo. Nee. Ik vind ook niet dat hij heel erg zijn best heeft gedaan. René was daarentegen ook bagger, maar ik vond René wel gewoon een derby of zo. Bagger. Ja, ze was wel echt bagger hoor. Ja. Ze heeft best wel wat hulp gehad natuurlijk van Charlotte. Echt gewoon die 7000 euro uit de pot gespeeld. Ja, en die finale was een beetje minder, want je had alleen Rocky en René. Ja, dus dan was op zich, ja, toen zat ik op Rocky natuurlijk. Oh, echt? Ja. Echt, oh ja, dat weet ik nog. Ja, ik was echt vol overtuigd van Rocky. Maar nee, toen was het René en ja. Nee, René en Jurre zijn tot nu toe wel mijn minst favorieten. Ja, heb ik precies hetzelfde. Ja. René was gewoon René. René, maar ik vond sommige momenten van haar vond ik haar wel een baddie overkomen. Go girl. Ja, ze durfde ook wel dingetjes, maar. Ja, zoals dat bij die kleding hangen en zo. Gewoon waar iedereen bij was, iedereen kon het volgen. Oh, ja. En toch weer omhoog hangen. Ja, dat vond ik wel gewaagd. Dat dan wel. Ja, dat is wel gewaagd inderdaad. Hey, wat vond je het beste seizoen tot dusver? Oeh. Dus vanaf 2019. Ja, even denken. Moet je echt goed hebben. Je had Merel, dan had je Rob. En dan had je Jeroen. Jeroen, ja. René. Evelyn. En Jurre. Ja, nee, ik denk toch wel misschien dat seizoen met Evelyn als mol dan of zo, denk ik. Vond ik ook de manier waarop de kandidaten bekend werden gemaakt met die livestream en zo. Dat vond ik wel heel gaaf. Er zaten wel leuke opdrachten in en zo. Ja, klopt. Dat vond ik ook met die livestream inderdaad. Ja. Bizar. Ja, dat zeker. Iets nieuws in de Wie is de Mol sequel.
Ja, klopt. Dat is waar. Net zoals vorig seizoen, toen met die kisten, zeg maar, dat is natuurlijk ook nieuw. Ja, dat was ook dus wel echt gewoon indrukwekkend, zeg maar, om... Ja, dus ik ben heel benieuwd wat ze dit jaar gaan doen. Ja, we moeten even wachten nog, denk ik. Ja, dat is wel grappig, want dit interview komt online als het seizoen begonnen is. Oeh. Hoe heeft op sociaal gebied, dus door YouTubers en Instagram fanaccounts en zo, heeft dat jouw molloodschap meer waarde gegeven? Dus ben je daardoor anders naar Wie is de Mol gaan kijken? Is het daardoor leuker geworden om Wie is de Mol te kijken? Oeh. Ik heb natuurlijk nu best wel wat gewoon contact met molloten natuurlijk. Ja, ja. Wat ik eerst niet had. Nee. Dus het heeft wel een andere beeld van Wie is de Mol gegeven of zo. En het komt toch wel meer de enthousiasme weer omhoog aan het eind van het jaar. Dat ik denk van, oh, bijna weer een nieuw seizoen. Bijna weer de kandidaten die bekend worden gemaakt. Ja. Ja, dat heeft wel wat veranderd. Ja, dat ja. Ik ook gewoon van die Wie is de Mol accounts op Insta met van die spelletjes en zo. Dat is ook grappig. Dat is wel grappig. Dat is wel grappig. Ja. En Moltubers. Kijk je Moltubers? Ik kijk jou. Je kijkt mij, oh. Ja, ik kijk jou. En ik kijk af en toe gewoon de Telegraaf dan. Maar dat is het ook wel een beetje. Voor de rest Siem niet. Gewoon... Wat? Siem. Siem, nee. Nee? Wel af en toe. Ik heb dat wel eens gekeken, maar niet meer zo... Oh. Niet zo enthousiast meer of zo. Dat hoor ik echt bij niemand. Iedereen zegt altijd Siem. Altijd. Nee. En Max wordt nooit genoemd. Oh, die kijk ik dan juist wel weer. Ja. Oh, bizar. Maar ook wel leuk hoor. Max is ook gewoon prima. Wat vind je het allermooist aan het programma? En waarom? Ik denk dan toch wel gewoon de molloten, om eerlijk te zijn. Gewoon al die theorieën die je online ziet komen. En iedereen zijn gedachten natuurlijk. Gewoon het gevoel. Ja. Gevoel tussen molloten en zo. Ja, dat gewoon. En het contact. Het contact ook. Ja. Tijdens Wie is de Mol. Dat is ook echt bizar. Ja, klopt. Dan is iedereen online en dan... Je kan altijd wel eigenlijk met iemand praten over je gedachtes en zo. Ja, precies. Heb ik ook altijd. Ik kan met iedereen praten over mijn gedachtes, helaas. Maar dat vragen mensen ook. Wat denk jij hiervan? Wat denk jij daarvan? Wat denk jij... Ja, nee, dat heb ik niet. Nee. Nee, dat heb jij niet. Nee. Maar goed. Dat is ook niet heel belangrijk om te hebben. Is ook niet... Het is wel leuk, maar het is ook heftig. Wat hoop je nog een beetje dat er gebeurt in de toekomst van Wie is de Mol? Oeh. Gewoon een plot twist wat we nog niet hebben gehad of zo. Een plot twist. Een driedubbele executie. Eliminatie. Nee, dat dan weer niet. Maar misschien gewoon een seizoen met meerdere kandidaten of zo. En dan twee mollen of zo. Ja, twee. Die het ook gewoon niet van elkaar weten dat ze de mol zijn. Of zo. En hoe doe je dat in de finale dan? In de finale, ja, dan ben je gewoon met wat meer mensen over of zo. En dan. Ja, of één winnaar of twee winnaars. Zeg maar als. Ja. En dan wordt het gat verdeeld. Misschien zouden ze twee seizoenen in één kunnen proppen. Dat kan ook. Dus dan heb je 10 deelnemers die in Japan zitten en 10 deelnemers die in Mexico zitten. En dan zit er in beide één mol. En dan komen ze uiteindelijk bij elkaar in de finale of zo. Ja. Ja, of dat je bij de ene bijvoorbeeld afvalt als eerste kandidaat of zo. En dan wisselt met de andere groep en dan dat je daar een nieuwe kans krijgt. Oh, wow. Wow, ja, heftig. Daar kun je heel veel mee doen. Ja, klopt. Welke troef spreekt jou het meest aan in Wie is de Mol? Welke troef vind jij het leukst? Of het mooist? Of het... Oeh. Ja, de witte vrijstelling natuurlijk. Om in de finale te komen. Ja. Alleen het was zo laat in het spel...
Maar... Ja, maar als je met een aflevering 2 al kan winnen, dan is er natuurlijk niks aan. Dat is niet best. Nee. Ik denk de witte vrijstelling wel. Dat is wel een mooi ding. Zou je zelf ook een troef willen ontwerpen of zo? Nee, daar ben ik toch niet goed in. Nee, maar ik bedoel qua... Wat zou jij verzinnen als troef om er nu nog bij te gooien? Ja, weet niet echt eigenlijk, want... Misschien dat je gewoon... Een troef of zo, dat je een vraag van iemand anders gewoon fout kan maken in de test. Ja, ja. Ik denk dat misschien wel lachen kan zijn of zo. De min-joker eigenlijk. Ja, ja. Die kan je dan gewoon op iemand anders inzetten. Ja, ja. En die gaat dan, toef, een vraagje minder. Leuk. Ja. Zou leuk zijn. Dus, als je kijkt, Richard, of Rick bedoel ik. welke BN'er zou je nog willen zien in Wie is de Mol? Oeh, dat vind ik wel lastig eigenlijk. Ja, snap ik. Want natuurlijk, ja, ik zie nu vaak weer BN'ers gewoon die minder bekend zijn. Gewoon waar je nauwelijks wat van hoort of zo. En dan zitten er meestal twee BN'ers bij die dan het bekendste zijn of zo. Ja, ja. Oeh, maar ik weet niet. Ik denk, ja, sporters of zo. Ik vind het altijd wel leuk als er een sporter in zit. Gewoon. Ja, ik hoorde even iets over Suzanne Schulting of zo. Ken je die? Die ken ik niet, maar dat is zo'n schaatser of zo, toch? Ja, dat blijkt dus een schaatser te zijn, ja. Ah, ja. Ja, die mag best meedoen voor mij, hoor. Ja, dat is wel leuk, ja, sporters. En die zijn altijd wel van die fanatiek of zo. Arjen Robben. Oh ja, Arjen Robben, ja. Ja, hij is natuurlijk gestopt met voetbal en zo. Hij heeft meegedaan aan de Verraders. Volgens mij. Of... Nee, aan de Expeditie. Dat was het. Nee? Arjen Robben? Jawel. Echt? Ja, volgens mij heeft hij meegedaan. Wacht. Arjen Robben heeft volgens mij meegedaan aan... Expeditie. Of de Verraders. Een van die twee. Ik weet niet meer precies van welke. Volgens mij wel. Hè? Ik heb geen idee meer of hij nou wel meedeed of niet. Ik weet het niet. Volgens mij wel. Met wat? Volgens mij Expeditie. Expeditie? Hè? Oh nee, niet Expeditie. Hè? Ja, de Verraders ook niet hoor, want dat volg ik wel. Eén van de twee in ieder geval. Ja, maar volg je die ook op Expeditie Robben? Op Videoland? Ja. Dat zou ook... Ja, niet die nu is geweest. Daar zit hij niet in, maar... Hij heeft één van die programma's meegedaan, volgens mij. Maar ik kan het nou niet echt heel goed vinden welke. Ik heb echt geen idee. Ik weet het ook niet. Ik kan het ook niet vinden of zo. Nee, ik krijg alleen maar RTL dingetjes met Arjen Robben, maar daar ben ik niet zo heel veel aan. Ach ja, Arjen Robben heeft dus ergens meegedaan in het programma, maar goed. Hoe kijk jij Wie is de Mol? Thuis, op de tv, met mijn zus. Eigenlijk. En ja, schrijf je dingen op of doe je helemaal niks? Oh. Ja, ik schrijf wel dingen op gewoon in mijn molboekje ofzo, als ik die heb. Ja, dan wel. Dan wel. Maar anders niet. Kijk ik gewoon en dan... Dan ga ik wel altijd... Ik doe ook altijd wel mee met die app en zo. Ja. Yeah. Maar nee. Ik schrijf niet echt altijd alles op, tenzij ik gewoon dus een molboekje heb. Ja, ja. Ah, leuk. Ja. Waar let jij op in het programma? Dus... Op acties of dingen waarvan je denkt, ja, dit moet gewoon de mol zijn, anders... Ja, weet eigenlijk niet, want iedereen heeft natuurlijk gewoon altijd wel een andere tactiek en zo. En de een doet juist gewoon vet klunzig, of ja, de andere gooit gewoon heel veel verwarring in het spel. Ja, ja. Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk alle tactieken die ik tot nu toe dan heb gezien, zeg maar... Wel gewoon, er zit wel echt gewoon een goede tactiek dan achter of zo.
Ja, ik snap je wel. Ik snap je zeker. Dus ik vind het lastig om te zeggen waar ik naar kijk of waar ik op let, want elk seizoen is natuurlijk anders, want je kan wel weer denken van, oh, we moeten echt daarop letten, maar ja, dan let je daarop en dan is het weer wat anders. Ja. En dan zie je weer een hint of zo en dan word je helemaal gebrainwashed. Ja, klopt. En dan zit je weer in de tunnel. In de tunnel. Ja, in de tunnel. Ja. Hey, waarom moeten mensen eigenlijk Wie is de Mol kijken? Oh. Gewoon, het is gewoon fantastisch om gewoon te zien. 10 BN'ers. Gewoon één iemand die de boel de hele tijd zit te saboteren. Ja. En al die verschillende verdenkingen op elkaar. Waar gewoon niks van klopt en zo. Ja. En gewoon, er zit ook altijd wel spanning bij. Gewoon bij de executies of zo, als je dan kijkt. Dan voel ik die spanning wel of zo. Dan voel je de spanning, ja. Ja, dat is wel mooi. Dus je zegt ook sowieso tegen mensen die niet Wie is de Mol kijken, dat ze het eigenlijk gewoon een keer moeten proberen om het gewoon te kijken. Ja, want het is oprecht leuk. Het is echt wel leuk. Ja. Nice. Heb je nog een beetje eigen toevoegingen of wat zou je kijkers mee willen geven over Wie is de Mol? Ja, pas op, gewoon niet te snel gaan tunnelen of zo. Ja. Ja, dat is moeilijk, zeg maar. Ja, dat is heel moeilijk, maar doe je best. Doe je best. Ja, doe gewoon je best. Maar zouden ze hun gevoel moeten volgen of hun intuïtie? Ik denk een mix van beide. Ja, soms klopt het gevoel juist en soms klopt gewoon je intuïtie. Intuïtie meer, ja. Ja. Oké. Bedankt voor je interview, in ieder geval. Jij ook bedankt. En dan zeg ik tegen de kijkers, mocht je deze video leuk vinden, like dan sowieso. Abonneer voor meer en dan zeg ik tot volgende week bij een nieuwe video. Laters.